ben naar de voorstelling Tauberbach geweest van Alain Platet. Dat is een dansvoorstelling en hij is gebaseerd op een cd waarop dove mensen sonaten van Bach inzingen. En Alain Platel vond dat zo mooi, omdat hij vond dat het eigenlijk slecht was dat mensen Bach zoveel op de wiskundige manier benaderen, terwijl het juist om het gevoel gaat. Dus dat heeft hij in de voorstelling proberen te brengen. Dus het gaat heel erg over het gevoel in heel veel muziek van Bach. Het applaus op het einde, ik heb nog nooit zo'n groot en hard en lang applaus gehoord. Dus er zijn echt even goede reacties van heel veel mensen uit de zaal. Ik vond het niet heel geweldig. Het was heel mooi gedanst en het is zo integrerend om naar te kijken dat ik me niet echt heb verveeld. Maar toch vond ik het een beetje langdradig en heel kunstig. En voor mij werkt het eigenlijk helemaal niet zo heel erg op mijn gevoel. En ze hebben ook geprobeerd te werken met tekst door Elsie de Brouw, die gewoon actrice is en geen danseres. En dansers bij elkaar. En ik vond dat elkaar eigenlijk niet heel erg versterken, terwijl dat natuurlijk wel de bedoeling is. Maar ik denk dat het gewoon niet zo heel erg mijn ding is. Maar er zijn zoveel ontzettend goede reacties. Dat als je van dans houdt dus, of als jij denkt, nou, dit klinkt wel echt als iets voor mij, moet je zeker wel gaan kijken. Want misschien ligt het wel gewoon aan mij dat ik het niet zo mooi vond.